Turkije is altijd al een brug geweest tussen Oost en West. Het is gek om in zo'n helikopter te zitten. Kijk, je kunt gewoon je raampjes open en dicht doen, je hand naar buiten. En je vraagt als piloot dat je even een rondje draait. Een programma vol cultuur, natuur en actie. NCRV's Worldwide. Vanavond hier op Eind. Van geslaagd zakenman tot dakloze. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Straks in Document het verhaal van René. Nu eerst de Kapucijner monnik. Velderhof ontmoet markante personen met een opvallende levensstijl in De Stoel. Eerst gaan we met De Stoel naar Italië. We zijn op weg naar een Hollandse vrouw die al 25 jaar in Ariole woont. Een dromerig dorpje, verstopt in de bergen. Hier leeft Ondine Buitendorp. Ze is beeldhouwster en restaurateur. Maar haar belangrijkste kunstwerk is haar huis. Een soort labyrint met tientallen kamers en terrassen. Om elke dag de planten water te geven, is ze al gauw een kwartier onderweg. Maar het uitzicht is mooi. En tijd speelt geen rol in dit dorpje, waar de afgelopen 30 jaar weinig is veranderd. De dorpelingen zijn blij met Ondine. Want behalve dat ze veel voor het dorp heeft gedaan, is het ook een spontane vrouw. Die altijd tijd heeft voor een praatje, een drankje of gewoon alleen maar een gezellige zoen. Doet de benen? Piano, piano. Ziet dat wel. Piano, piano. Kus je even dit is, ja, dit is de oude burgemeester. Oh ja. Maar nu is meneer we hebben een andere burgemeester. Maar is het normaal dat mensen hier elkaar veel kussen? Ja. Niet altijd hoor, maar als je natuurlijk hier een beetje lang woont en iedereen kent natuurlijk dan wel. Ja. Of is het typisch iets van jou? Een beetje ook. Een beetje ook. Je bent kusserig? Ja. Ja. Van huis uit of is dat gegroeid in de loop? Nee hoor, dat is mijn karakter wel. Ja? Ja. Beetje spontaan. Beetje boef. Dit is mevrouw van de burgemeester. Oh. En die zei, ja, wat moet ze eigenlijk zoveel zoenen met mijn man? Marina. Ik maak met deze man altijd de wijn. Ik help hem dan en hij helpt mij met de wijn. Vroeger deed ik het met z'n drieën, met Caroline, maar die is overleden. Nou, en nu doe ik het samen met hem. Rooien en witte maken. Het schept wel een band natuurlijk. Ja. Kijk, 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 stout aan. Kelly, die bravo. Ja. Dit is wat hier natuurlijk veel gebeurt. Dat mannen dan niet trouwen en dan gewoon thuis blijven bij moeder. Maar waarom trouwen ze niet dan? Misschien zijn er niet zoveel meisjes in het dorp waar ze mee trouwen. Meestal ontmoeten ze elkaar op het ballo. En daar gebeurt het. Een dansje en verloven en trouwen. Maar dan krijg je wel hetzelfde kringetje. Ja, een beetje ook neven en nichten. Een beetje neven en nichten ook. En dat is ook te zien in de gelaatsuitdrukking van de mensen. Ja, dat zie je natuurlijk wel. Dat is inderdaad... Een beetje vers bloed en kwaad kunnen. Nee, absoluut niet. Nee. Maar er is wel veel vers bloed gekomen. Debbie bijvoorbeeld is Nederlands, is met een Italiaan getrouwd. Nederlands? Ja, zij is Italiaan en Nederlands. Waar komt u vandaan? Uit de Zaanstreek. Uit de Zaanstreek? Ja. En nou in een Italiaans winkel? Een vakantievriendje blijven hangen. En hoe lang woon je al hier? 12,5 jaar. 12,5 jaar.
En je ziet er heel gelukkig uit. Ja, dat ben ik ook. Ook ondanks mijn stiefmoeder daar. Ondien is een beetje de stiefmoeder. Ja, die moeder over me. Als ik ziek ben, belt ze me op. Ligt je wel in bed? Oh, die ze zorgt eigenlijk voor het hele dorp. Ja. Als ik nog iets nodig heb, dan kom ik weer aan. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Vista ciao, con. Aldo. Ciao. Ciao. Television. Piacere. Wat zegt u nu? Wat zegt u nu? Ook een kusje wil ze? Ja, ze wil ook een kusje. Ja, een bacio. Een bacio? Bacio? Oh. Wat een ondeugende vrouw. Door. Oh, door. 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 Is toch hetzelfde? Of het nou één of twee? Nu kost dan niet. Het kost niks. Het kost niks. Nee. Ja. Il tempo baciare. Santina è più bella. Questo Aldo? È la nostra mascotte. Ah, onze mascotte. Dei role, sì, 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 molto. Deze fontein is 8 jaar geleden nieuw gemaakt, want gerestaureerd. Die was dus oorspronkelijk van het plein. En 40, 50 jaar geleden is dat verwoest door de Duitsers, door de oorlog. En dat hebben we helemaal gerestaureerd met het hele plein, met de oude tegeltjes weer naar boven gehaald. En wat is jouw rol? Dat... Ik heb alle stukken gerepareerd die er ontbraken. Dus het bovenstuk, het hele bovenstuk. De kopjes heb ik helemaal weer gerestaureerd. En de roddels worden hier ook uitgericht? Ook. Ja, daar zijn al die bankjes voor. Daar zitten alle oude dames zitten alles door te nemen. Oh, de dames nemen het door? Ja. En de nou, heren... er zitten ook wel een paar oude heertjes hoor. Die doen ook wel mee. Maar de meeste worden door de oude dames gedaan. Maar speelt zich meer af achter de luiken? Ja, dat denk ik wel. Je ziet ook die luiken met een luifeltje. Ja. Dus kijk, erboven zie je het. En dan hebben ze meestal kussentjes dat ze ook nog een beetje zo zitten. En daar voel jij je wel bij thuis? Hoor. Ja hoor. Ik kijk niet achter de luikjes, maar ja, ik voel me prima. Ik voel me echt gelukkig hier. Ik heb absoluut geen last van. Maar waaruit bestaat dat geluk, dat je je prettig voelt of dat je... Nou, misschien omdat het gewoon de warmte geeft van een hele grote familie. Dat is het heerlijk eigenlijk. Dat je heel ingebed en een samenhorigheid. En dat is het hele warme gevoel dat ik wat van door heb gegeven. Het is niet alleen de fontein die je hebt gerestaureerd, maar ook de naamborden zijn van jouw hand. Ja, en de beelden. Dus. En de beelden en alles. Dus. En school. Wordt dat gevraagd of zeg je van jongens, we hebben nieuwe naamborden nodig? Ze waren er niet. Oh, ze waren er niet? Nee. Het was een dorp zonder namen. Ja, nou ja, iedereen wist dat het de Via Rome was en de Via Vistern, maar verder was het er niet. Misschien is dat heel vroeger geweest dat het er niet meer was, maar dat weet ik niet. Dus toen hadden ze het idee dat het zo mooi zou zijn. Nou, dan zou ik het even doen. Het huis van Ondien is eigenlijk een samenvoeging van meerdere huisjes. Met daarbovenop riante dakterrassen. Hoe komt iemand erbij om zo'n huis te creëren? Het is eigenlijk geen huis, hè? Het zijn huis na huis na huisje. Ja. Het gaat maar door. Je kan niet zeggen hoe kom je dit, het gaat vanzelf. Je begint met één stuk en dan pak je nog een stuk daarnaast. Het was een verlaten dorp. Het was een verlaten dorp? De meeste mensen waren weggetrokken, de jongere mensen, omdat het uitgebrand was in de oorlog. Dus het was echt zwart gebakend. Dus daar moet je wel heel erg doorheen kijken om te denken dat dit nu een wit huis zal worden. Maar je werd verliefd op een bouwval? Ja, ik dacht nou, dat hokje, als ik dat erbij heb, dan kan ik net een mooi gangetje maken. Dan kan ik zo even gat hakken. Van het ene of van het andere dacht ik, ging daardoor en daardoor en daardoor kwam er ook natuurlijk een bepaalde ronding. En ik dacht nou, dan kan ik daar een mooie trap zo maken en zo. En wat een ideaal iets is, vind ik, dat een huis nooit mag eindigen. Dat het altijd maar... Rond gaat. Dat je niet ergens met je neus tegen een muur aanloopt. Maar wat was je overweging om hier te gaan wonen? Behalve dan dat het misschien een beetje lekker weer is. Ik kende het natuurlijk erg goed. Want ik kwam hier ieder jaar, een maand wel.
op vakantie. En dat, die vakantie was dan gewoon werken, gaten hakken, puin ruimen en metselen. En, dus dat was eigenlijk geen vakantie. Maar toen heb ik die stap genomen om hier dan beeld houden en dat huis af te maken. Maar ik vergiste me even dat het huis erg veel werk was en dat het enorm veel energie. Met hoeveel jaar heb je erover gedaan nu, over het huis? Nou, om het af te krijgen. 20 jaar. 20 jaar. Gebruik je nou per week een andere kamer? Nee. Dat niet? Nee, je slaapt ergens en dan blijf je? Periodes. Bijvoorbeeld in de zomer vind ik het ook heel prettig hierboven te slapen. Want dan ben je meteen naar die terrassen. In de winter slaap ik heel graag beneden. Is het een beetje lekker warm, een beetje in gebed zo. Ja, vind ik het gezellig. Want dan gebruik ik de keuken ook beneden erg veel. En ook die twee kamers die daar beneden zijn met de vleugelen. Met de open haarden, daar zit ik heel veel. Hoeveel open haarden heb je? 12. 12 open haarden, ja. Het gaat heel snel. Ja. Je kiest natuurlijk niet alleen voor een ander huis en voor een ander klimaat, maar je kiest ook voor een ander leven. Als je hier gaat wonen. Ja, nou, dat spreekt me, maar dat deed ik ook wel in Nederland. Ja? Hè? Ja. Altijd niet in het gareel? Nee, ik was niet zo gareel iemand. Nee. Dus ik pas hier erg goed. Je kunt goed alleen zijn. Ja, heel goed. Ik zou dat. Ja, ik zou het enig vinden als ik een hele leuke. Oh, ik vind het ook heerlijk als er mensen zijn. Heerlijk, daar geniet ik van. Maar ja, de samenloop van omstandigheden is dat ik alleen ben. En dat ik alleen, of niet alleen ben, maar ik heb mijn honden en hele lieve vrienden. Maar daar heb ik geen moeite mee. Beelden die hier in de kerk staan, daar heb je een speciale band mee. Ja, ongelooflijke band. Dat is iets hards als je die beelden in huis hebt gehad en gerepareerd hebt. Dan is het werkelijk. Het zijn je kinderen dan gewoon. Het is ook voor mij, als ik hier binnenkom, zoiets van. Ik ben gewoon tussen mijn kinderen. Dat is ongelooflijk. De beelden zijn naar jouw huis toegebracht? Ja, dat is ook, want de hele grote Jezus, dat is een ongelooflijk beeld. Dan moet je met 8 man. 8 man hebben dat naar binnen gesjouwd. En het stond zo mooi in dat huis. Het leek net of het eigenlijk hoorde in het huis. Ik deed ongeveer 2 beelden per keer. En dan werden ze keurig na een paar maanden weer teruggebracht naar de kerk. Je noemt het je kinderen een beetje. Ja. Ja. Maar had je dan zo'n band mee dat je er ook, als je ermee bezig was, ook mee sprak? Ja, zeker. Ja, en als ik binnenkwam was dat ook zoiets dat ik gewoon gedacht zei. Dat het was zo normaal geworden dat ze in huis waren. Maar heeft het ook te maken met een religieus gevoel dat je hebt? Nee, ik ben niet katholiek, maar het is wel, daar ontkom je niet aan, want het is zo fantastisch mooi. Dus je wordt er misschien gewoon katholiek van. Ja. Maar ben je dat doorgaan geloven? Ja. Nee, geloven deed ik altijd wel. Oh, dat deed je al? Ja. Maar het is er sterker door geworden. Ja, ja. En het is natuurlijk, de kerk wordt dan ook, dat is dan gewoon een plek van jou ook geworden. Want de mensen zullen hier heel dankbaar zijn in het dorp, dat je zoveel doet. Ja, dat is inderdaad zo. Voor hun is dat een enorm, beelden in de kerk gerepareerd door jou. Dat is natuurlijk iets, dat is natuurlijk wat ze niet vergeten. En daar zijn ze ook zeer dankbaar voor. Ik heb de eerste maanden zoveel sla en komkommetjes gehad en olie. Dat ik werkelijk ontzettend verwend ben. De bloemetjes en alles, heel lief. Wat ik wel heel bijzonder vind ook, is dat je het kaarsje tegenwoordig elektronisch kan branden. Hè? Dat is iets nieuws. En daar is onze priester heel blij mee. Ja? Want, kijk, dit wordt ook niet vuil bij de beelden, verbrand niet. Want het was vroeger natuurlijk wel, de kaarsen. Het was echt zo.